is de Kinderboekenweek. Die is afgelopen, nou eigenlijk vorige week woensdag al begonnen. Duurt nog tot en met zondag. En het thema is dit jaar Giga Groen. Boeken neem je mee op reis, op avontuur. Maar wat is jouw favoriete kinderboek? Die vraag leggen we deze week voor aan verschillende volwassenen. Ja, burgemeester van Dronten, Jean-Paul Gebbe, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ja, een leuk onderwerp. Ja, we gaan het hebben over uw favoriete kinderboek. Waar ging uw jongenshartje sneller van kloppen? Nou, het is niet een kinderboek. Ik heb vroeger in mijn jeugd ontzettend veel gelezen. En zoveel zelfs dat ik wel eens straf kreeg, omdat ik dan om 11:30 of om 12:30 nog zat te lezen, terwijl ik nog heel jong was. En dan ging mijn moeder altijd voelen aan de lamp of die warm was of niet. Dat doen alle moeders. Ja, dat doen alle moeders. Hè? Ja, maar tegenwoordig heb je een e-reader, dan kan dat niet meer. Dus dat is wel een uitkomst. Maar er is toch wel één hele grote favoriet. En dat is natuurlijk de Schippers van de Chameleon. En dat is dus niet één boek, maar dat waren er wel een stuk of 20, 30. En ik heb de hele rij gehad. En alle boeken niet één keer, niet twee keer, maar meerdere keren gelezen. Ja, Hielke en Sietse. Ja, Hielke en Sietse. Klinkhamer, hè, volgens mij is dat. Ja. Ja, wat was het nou wat nou juist die reeks zo spannend maakte? Ja, dat was natuurlijk toch. Het was, kijk, als je nu terugkijkt. En ik heb er nog even eentje weer zo eens even uit de kast gehaald. Want de meeste liggen op zolder inderdaad. Ik heb ze ook niet weggegooid. Dus de meeste liggen op zolder. En het is toch gewoon lief. Het, is, het gaat over twee jongens die natuurlijk een prachtig mooie boot hebben. Die onverwachts heel erg hard gaat. Omdat er een motor in zit van de auto van de dokter. Ze hebben de dokter uit het water gered. Tijdens een hevige regenval, regenbui. Ja, en dan mogen ze de motor hebben van de dokter. En die vader, Klinkhamer, die smid is, die zet die motor dan in de boot. En het is echt een oude hoesbak, bij wijze van spreken. En, maar die boot gaat dan in één keer heel erg hard. Ja, en ja, ze beleven dan allerlei avonturen met hun vriendjes. Lau Vrolijk en Kees van de Woudaap. En het waren ook hele goede jongens. Dus ze hadden af en toe een klein beetje kattenkwaad uit, maar wel op een manier dat het allemaal. Ja, het kon nog door de beugel. De ouders vonden het ook goed dat je dit boek nog las. Goed. Ja, net als Pietje Bel. Het kon allemaal nog niet. Vergelijkbaar. Is dit ook een christelijke schrijver eigenlijk, die de Chameleon heeft geschreven? Zoals je met het zou me niet. Ja. Het zou me niet verbazen. Het waren natuurlijk wel heel veel schrijvers in die tijd van jongensboeken. Mm-hmm. Dus het zou me niet verbazen. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ze gingen wel naar de kerk, geloof ik. Maar dat het zo doordrongen was van godsdienst of zo. Nee, er kwamen geen scheldwoorden in voor dat soort dingen. Het was wel allemaal echt heel keurig nog. Nee, heel keurig. En geen tienerszwangerschappen. Ja. Weet je waar die boeken nu tegenwoordig over gaan? Nou is het wel zo. Kijk, de originele boeken zijn natuurlijk door Hotze de Roos geschreven. Wie kent hem niet? En nou heb ik wel begrepen, ik wist dat niet. Maar dat zijn kinderen en kleinkinderen of zelfs een neefje, geloof ik, die zijn de boekenreeks gaan voortzetten. En ik heb er toevallig ook even één uit de bibliotheek gehaald. Ik weet niet of het, dat zijn gewoon echt de Chameleons. Ja, zijn de Chameleonboeken. Maar deze is dus geschreven door M. de Roos. En dit gaat dus wel over. Hier komen dus asielzoekers in voor. Dus ik weet niet of er een tienermoeder in voorkomt. Misschien ook wel. Ja, of vast en zeker. Maar het is heel modern gemaakt. Ja, het is modern gemaakt. Ja, droomde u eigenlijk in die tijd wel eens van om dan zo'n hoofdrolspeler te zijn in zo'n boek? Hoe erg beleefde je dat op dat moment? Ik ben zelf opgegroeid op het platteland, ook in Boekelo, in Twente. Dus wij zaten, waar Hielke en Sietse altijd op het water zaten, zat ik altijd in het bos een hutten maken. En of dat nou boomhutten waren, of gewone hutten, of ondergrondse hutten. Ik was altijd in het bos. En ik weet nog dat mijn moeder een briefje bewaard heeft, wat ik op de tafel had gelegd met mijn kinderlijke handschrift. Mam, ik ben naar het bos, heb de schop meegenomen. Daar moest even de buurman begraven worden. Ja. Dus ik was wel een soort van Hielke, dan wel Sietse, maar dan in het bos. Meneer Gebbe, u zei van, ik vind het echt een heel leuk onderwerp om te praten over kinderboeken. Hoe belangrijk vindt u eigenlijk dat er gelezen wordt? Ja, echt. Ik heb twee kinderen, 23, 24, studeren allebei, dus ze moeten wel lezen. Mijn dochter heeft onlangs mijn e-reader mogen lenen toen ze op vakantie ging. Nou, die is inmiddels helemaal om. Want die zegt, oh wat heerlijk, je hebt gewoon 1000 boeken bij je. Lezen is ongelooflijk belangrijk om de woordenschat te verrijken. Mm-hmm. En dus ik heb mijn kinderen heel erg gestimuleerd om te lezen. Want daarmee verrijk je de woordenschat, je verrijkt je zinsbouw. Dat merk je in discussies. Fantasie verhogen natuurlijk. Ja, absoluut. Dat is al aardig, als ik iets over die fantasie mag vertellen, daar heb ik wel een aardig verhaal over nog. Want het is inmiddels, ik heb het even opgezocht, maar inmiddels 19 jaar geleden dat de film De Chameleon uitkwam.
Mm-hmm. En nou, ik gaf al aan, mijn kinderen zijn nu 23 en 25. En dus 19 jaar geleden, reken maar uit hoe oud ze waren, zijn we naar de bioscoop geweest van die film. En toen de film afgelopen was, toen moest ik een beetje huilen. Oh. Ontroering. En toen vroeg mijn dochter, papa, waarom moet je huilen? En toen zei ik, omdat het precies zo is als in het boek. Oh, okay. Dus datgene wat ik mij voorgesteld had al die jaren. Ja, ik weet niet of u de film kent, maar... Ja, ik heb hem gezien. Maar het kan ook anders uitpakken, inderdaad. Als je dan de film ziet, dat je denkt, nou, ik had het meer mijn fantasie heel anders voorgesteld. Maar de Kameleon leek inderdaad echt op wat je in je hoofd hebt als je de boeken leest. Ja, leuk is dat. Maar ja, u begrijpt, u heeft het boek net weer eentje uit de reeks uit de bibliotheek gehaald. Is dit nou een opmaat naar al die andere? Want ja, u heeft waarschijnlijk alleen die van de oude reeks. Gaat u ze nou wat vaker uit de bibliotheek halen, die nieuwe? Ja, dan zou ik ze van zolder halen om die oude weer te lezen natuurlijk. En misschien ook wel zo'n nieuwe. Dit zijn natuurlijk wel echt kinderboeken. En ik lees nog steeds heel erg veel. Ik kan niet in slaap vallen zonder te lezen. Dus, ook al wordt het 3 uur 's nachts, dan moet ik nog steeds even lezen voordat ik in slaap val. En dat zijn geen gemeentelijke stukken waar u dan bij in slaap valt? Nee. kan ik me namelijk heel goed voorstellen. Ja, nee, daar val je ook van in slaap. Precies, soms. Nee, dat zijn dan gewoon wel gewoon een boeken, zeg maar, romans. Maar het is wel zo, inderdaad, als je zo'n Kameleon pakt, en je leest natuurlijk nu heel snel doorheen, veel sneller dan toen ik jong was, dan komt toch wel diezelfde emotie weer boven die ik toen ook had. Heel goed. Dank u wel, burgemeester van Dronten, Jean-Paul. Heel graag gedaan.